De dag loopt ten einde. Kanonnen zwijgen. Kraaidampen versluieren in zon die zich vol schaamte heeft afgewend. De gevallenen zijn gevallen. In ontzagwekkende, stille stilte. Ergens daar, in dat grote niets. Eén overlevende, alleen. Goedemiddag, welkom. Heeft u uw telefoon uit? En zou u met applaudisseren willen wachten tot aan het einde van de voorstelling? Ik wens u ongelooflijk veel plezier. Thank you.
We zijn een jaar in een kamp gezet in Chimahi. Na een jaar zijn we vertrokken naar Singapore met de boot. En van Singapore naar Thailand, naar de Burma-sporen. Daar moest ik aan werken. Daar zijn duizenden van gestorven. Onvoorstelbaar. Zonder toestemming moest ik mijn behoefte doen en dat had ik niet gevraagd. Dus toen werd ik, toen zijn mijn tanden uit mijn mond geslagen, dat weet ik nog wel. Maar het geluk was dat men me niet met zijn kools tegen mijn scheen aanschopte. Of met ze sloegen altijd met de kolen van de geweer tegen je scheen aan. Nou, dan was je been kwijt. Want dat ging zwaar onherroepelijk. Oh hier, dit. Dat is een foto die ik had bij me. Die oude vandaag van Japan, die hadden toen ook aan die sporen gezet. Hè? En die hadden niets anders dan foto's bij zich van hun kinderen. Dus toen zag ik, dan ga je toch, je hart breekt toch op. Die mensen toch dat ook laten zien. Ze hadden hetzelfde. Wacht even, ik had ook nog. Ik heb dingen gezien en beleefd die de anderen niet hebben beleefd. Zo'n Japaner die bij ons stond om een spiegeltje om zijn snor te. Die wist niet eens een spiegel. Ja, dat is toch eens prachtig is dat. En dat zijn dingen die ik bewaard heb. Die ellende heb ik niet meer bewaard. Dat is bij mij weggegaan. Thank you.
toen de bevrijding zo naderde, we hadden dat natuurlijk gevolgd allemaal, dat viel me op, de stilte die viel in de stad. Het was heel stil. Ik zat in de serre en toen hoorde ik in de verte juichen. Ik hoorde heel erg juichen. Ik denk, het zal wel, wat is er toch aan de hand? Ik liep eens naar buiten en toen riep iemand, dan is een Amerikaan bij het stadspark. Ja, ik had nog nooit een Amerikaan gezien, eerlijk gezegd. Ik had het nog nooit gezien. Ja, zo'n dagen van invasie en bevrijding was toch chaotisch, hoor. De eerste dagen. We wisten niet wat gebeurde. Er waren ook nog Duitsers aan die kant. Dat vond ik zo typisch. Daar was een Amerikaan, daar waren nog Duitsers. Aan deze kant van de Maas. Het Duitse leger dan was al grotendeels aan het terugtrekken. En ik weet nog goed, dat heb ik gezien vanuit de grote staat. Van een verdieping daar. En dat was eigenlijk heel triest, vond ik. Dat leger was grotendeels te voet. Ze hadden paarden bij zich. Ze nu en dan een koe. Ja, ik denk, die namen ze mee. Dat was eigenlijk toch wel een triest gezicht. Daar hebben we uren staan kijken. En uren trokken die ook door de grote staat. En door de brugstraten. En toen waren de bruggen nog in dat. En zijn toen de bruggen, ja, ze gingen terug naar Duitsland. Hè. Ja, het zijn herinneringen. Hè. Naderhand kwamen de mensen allemaal naar buiten. Naar buiten. En er was natuurlijk een vergelding, zogenaamd van NSB'ers werden opgehaald. En omdat ik dicht bij de kazerne woonde, zag je dat die vrouwen werden kaal geschoren. Dat vond ik eigenlijk toch een beetje vernederend eigenlijk. Verder wist ik de geschiedenis niet zo, maar het was toch niet zo prettig eigenlijk om te zien. Nee. Thank you.
ben weinig hier, maar ik mis mijn kinderen. Ik heb 2 kinderen in mijn land. En nu is 4 jaar, ik kan niet meer. Gezien? Ik mis mijn kinderen. Mijn ex-man was van overheid in Iran. En ik had sommige problemen met hem. Ik kan niet werk vinden, ik kan niet huis vinden, ik kan niks doen, want altijd hij komt en maakt problemen voor mij. En een paar maanden voor ik kom uit, daar gebeurt iets slechter. Dingen voor mij met 3 vrienden of hem. En dan, nadat ik kom uit van daar, dan ik kan niet meer blijven daar. En nu is 2 jaar heb ik huis hier. Alle mensen, ik heb gezien tot nu, waren aardig met mij. En ja. Ik hou van education. Maar in mijn land was niet mogelijkheid, want mijn family culture. Nee, ik kan niet. In mijn family culture, vrouwen mogen niet meer leren en universiteit gaan of werken. Alleen trouwen. En moeten met alle problemen blijven met man. Vijf jaar na mijn verblijfsvergunning kan ik Nederland worden als ik inburgering diploma heb gekregen. En ik doe dat. Thank you.
محمد الشلالدة من دولة فلسطين الضفة الغربية مدينة الخليل، وأقيم الآن في مدينة ماسترخت الهولندية وأدرس في كلية العالم المتحد ماسترخت. Before I came to the UWC, I decided not to talk with an Israeli. I found that disgraceful, but then I found these students are just innocents. Won't be easy for me to live in a nice environment in a city like Maastricht when my people are killed. I can travel in all Europe without stopping me. Not like Palestine, when I want to go from a city to another, I have to pass some checkpoints, or even from my village to the city, I should pass some checkpoints. Yeah, I didn't live before in a free country, but that doesn't mean that we are Palestinians are not free. We are free with ourselves. السلام أقوى منا جميعا، وسينتصر السلام يوما ما لا محالة. سينتصر السلام بفلسطين حرة. When you find people are saying go to demonstrations, and they know that they might be killed, but they don't care about their life. They care about their land to be free. This is a freedom. We prefer live peacefully, saving the blood. And from that, I decided to initiate a conference, international peace conference, with an Israeli guy. Through this conference, we are hoping to have a youth parliament among Israeli and Palestinian youth in Israel. And yeah, it is a step toward peace, and we hope to grow up and apply our dreams and our aims.